iedereen en welkom bij deze nieuwe video. Ik heb deze week geen vlog, maar ik heb deze week een ander soort video. In deze video ga ik je namelijk vertellen wat je eigenlijk allemaal nodig hebt om CMD te studeren. Eigenlijk heb je niet heel veel nodig om CMD te studeren. CMD is dus communicatie en multimedia design. Die afkorting ga ik waarschijnlijk vaker gebruiken in deze video dus. Bij deze CMD is dus communicatie en multimedia design. Toen ik erachter kwam dat ik CMD wilde studeren, had ik best wel behoefte aan zo'n soort video. Dat je gewoon zag wat je allemaal nodig had. Omdat je toch... Je gaat studeren en op de middelbare school is het toch heel erg anders. Je hebt andere dingen nodig. Dus daarom ook deze video. Ben je benieuwd wat je allemaal nodig hebt voor deze studie? Blijf dan zeker kijken. Nou, allereerst om te beginnen een laptop. Best wel logisch voor communicatie en multimedia design. Maar het is toch echt nog wel een dingetje. Ik zou in de beschrijving even een linkje zetten met specificaties van de laptop. Of de laptop eisen die je eigenlijk nodig hebt. Want de Han heeft daar zelf een heel lijstje voor gemaakt. Dus... daar kan je even rustig naar kijken als je precies wil weten waar een laptop aan moet voldoen. Er is natuurlijk altijd een soort van discussie van wat is beter voor deze opleiding of sowieso in het algemeen. Een MacBook of een andere soort computer. Ik heb zelf een MacBook Pro uit 2019, 15 inch. Volgens mij die verkopen ze nu niet meer. Ze verkopen nu alleen nog maar 13 inch en 16 inch uit mijn hoofd. En ik heb even een lijstje hier voor mij. Ik weet alle termen niet. Ik heb een processor GHZ 6 core Intel. Nou. Ik heb een processor GHZ 6 core Intel Core i7. En je hebt minimaal voor deze studie een i5 uit mijn hoofd nodig. Maar een i7 en een i9, die heb je volgens mij nu ook al. Die zijn eigenlijk veel beter. Nou, veel beter. Zorg gewoon dat je laptop meer aan kan. Ook moet ik zeggen, ik ben geen expert op dit gebied. Dus ik weet het niet zeker. Maar nogmaals, in de beschrijving staat even een link naar een overzichtje van waar je laptop aan moet voldoen. Ik zelf heb 16 gigabyte en 2400 MHZ DDR4. Videokaart Intel UHD Graphics 630 1536 MB. Ze raden trouwens sowieso een geheugen van 8 gigabyte aan. Maar altijd, ja, ik zou altijd meer nemen. Dus ik heb 16 genomen. En opslag raden ze volgens mij iets van 276 aan. En ik heb dan 500 gigabyte genomen. Ik zelf vind een MacBook gewoon heel fijn werken. Ik heb ook een iPhone. Ik heb ook een Apple Watch. Dus het werkt gewoon allemaal heel lekker samen. Maar ja, de keuze ligt meer gewoon bij jezelf. Wil je een Windows? Wil je een... ja, wat heb je nog meer? Ik weet het eerlijk gezegd niet. Maar je bent best wel vrij in die keuze als het maar aan die specificaties voldoet. Nogmaals, linkje in de beschrijving waar je dat kan vinden. Ja, als je aan die specificaties voldoet, tenminste je laptop, dan werkt het gewoon hartstikke goed. Mijn ervaring is dat MacBook, ja, voor deze studie eigenlijk gewoon heel goed werkt. De kleuren zijn heel helder. Hij kan gewoon heel veel aan. En ja, ik zelf vind het heel erg fijn. Hij gaat ook goed met de programma's die we gebruiken. Dus ik zelf vind het heel erg fijn om een MacBook te gebruiken. Apple zelf geeft ook studentenkorting. Dus als je een MacBook wil, kan je die via Apple zelf kopen. En dan krijg je korting. En ik kreeg dan bijvoorbeeld ook gratis een Beats koptelefoon erbij. Dus dat is eigenlijk wel heel erg fijn. Ik gebruik thuis die koptelefoon ook heel vaak. Dat is ook wel een tip. Ik zou ook oortjes of een koptelefoon of zo kopen. Zodat als je dan op school bent en je moet bijvoorbeeld een animatie maken. Dat je ook gewoon goed geluid hebt. Terwijl je bijvoorbeeld aan je animatie werkt. Bij iMac, daar verkopen ze ook heel veel Apple producten. Daar krijg je ook studentenkorting. Alleen daarbij is het wel dat je 18 plus moet zijn. En volgens mij doen ze dat alleen voor hbo's en universiteiten. Maar je moet dus 18 jaar oud zijn om studentenkorting te krijgen. Ik zelf was dat niet toen ik ging studeren. Ik was 16. Dus ik zelf had toen geen korting. Dus daarom heb ik hem bij Apple zelf gekocht. Dan was dat de computer. En dan nu ook een voor mij heel belangrijk onderdeel. Is een extern beeldscherm. Heel veel mensen denken misschien, waarom zou je een extra beeldscherm kopen? Je hebt toch je laptop waar je al heel veel geld aan hebt uitgegeven. Maar echt een extern beeldscherm. Ik raad het echt iedereen aan. Ik had het in het eerste jaar of half jaar van mijn studie nog niet. En toen tweede half jaar van mijn studie, eerste jaar, heb ik een extern beeldscherm gekocht. Het is gewoon zo fijn, want je hebt gewoon twee schermen. En voor deze studie moet je gewoon best wel vaak meerdere schermen open hebben staan. Bijvoorbeeld je werkt aan je verslagen. Die moet je altijd in een Adobe programma genaamd InDesign maken. En dan
typ ik het altijd in Word. Dus heb ik gewoon op mijn ene computer, mijn ene beeldscherm, gewoon Word staan met de tekst erin. En dan het andere InDesign. En dan, ja, het werd gewoon veel fijner, een extern beeldscherm. En ik heb de LG 27 inch 4K USB-C display. Dat is ook nog wel een dingetje. Ik heb dus een MacBook Pro uit 2019. En die heeft een USB-C aansluiting uit mijn hoofd. Dus voor dingen die je ervoor koopt, bijvoorbeeld een harde schijf, een externe harde schijf, extern beeldscherm, is het wel belangrijk om erop te letten dat het een USB-C aansluiting is. Omdat ik dus een MacBook met een USB-C aansluiting heb, heb ik ook een losse adapter erbij gekocht. Dus daar zitten verschillende poorten in, omdat je natuurlijk geen USB meer hebt in de MacBook 2019, MacBook Pro 2019. Heb ik zo'n adapter gekocht, zodat er ook een HDMI kan, een SD-kaartje. Zodat ik alsnog met mijn MacBook bijvoorbeeld deze video kan bewerken. Dus dat is wel een ding waar je rekening mee moet houden. Ik weet niet hoe het zit met de nieuwe computers van Apple. Of daar, volgens mij zit daar wel weer een USB-aansluiting in. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Maar de adapter is gewoon altijd handig om te hebben. Ik heb die van mij bij iMac gekocht. En volgens mij was die rond de 90 euro. Het is wel echt heel veel geld. Zeker als je alles bij elkaar optelt. Het is gewoon echt een hele investering. Maar het zijn wel gewoon goede producten waar je lang mee doet. Dus als je een MacBook wil, is dat ook een onderdeel waar je rekening mee moet houden. Dat die adapter dus ook nog erbij komt. Dan een heel belangrijk ding. Maar echt een heel belangrijk ding. Wat denk ik sommige mensen niet hebben. Is een externe harde schijf. Je maakt natuurlijk gewoon projecten op je computer. Maar ja, stel er gebeurt iets met je computer. Of ja, er gebeurt gewoon iets. Dan ben je gewoon al je werk kwijt. Dus mijn tip is om echt een externe harde schijf te kopen. Een docent zei eens een keer tegen ons, je hebt pas een backup als die op 3 verschillende plekken staat. Als je een MacBook hebt, zou ik dus zeker je bestand waar je mee bezig bent. Als het een belangrijk bestand is, bijvoorbeeld de animatie waar je echt heel hard aan werkt. En je wil wel echt niet dat er iets gebeurt, dat hij dan weg is. Zou ik hem op je MacBook plaatsen. Ik zou hem in je iCloud zetten. Ik zou hem in je Adobe Creative Cloud zetten. Want dat is ook een soort van iCloud. En ik zou hem op je externe harde schijf neerzetten. Ik heb een harde schijf van WD. Ik weet niet of dat de exacte naam is. Maar ik zou even gewoon een beeld of een plaatje in beeld doen. Zodat je kan zien welke ik heb. Ik zou ook nog even in de beschrijving de specificaties zetten van de dingen die ik heb. Ik heb een harde schijf met 4 terabyte opslag genomen. Ik had er namelijk ook eentje vorig jaar van Samsung met 1 terabyte. Maar die was relatief heel duur. En je had maar 1 terabyte opslag. Of volgens mij had ik zelfs 500 gigabyte maar. Dus ik zou echt wel een harde schijf nemen met heel veel opslag. Want ja, je maakt gewoon heel veel dingen die soms echt best wel groot zijn. Dus het is altijd handig om een harde schijf te hebben. Dus die raad ik echt zeker iedereen aan. Dan ook nog iets, een heel klein dingetje, maar wat echt heel belangrijk is, is een schetsboek of in andere woorden een dummy. Je kan bijvoorbeeld een schetsboek kopen bij de HEMA. Die vind ik heel fijn. Die zijn wat dunner. Papier is ook wel iets dunner. Maar die zijn maar 2 euro en die zijn lekker makkelijk mee te nemen in je tas. En je hebt bijvoorbeeld ook op Amazon heb je bijvoorbeeld ook schetsboeken. Ik heb er eentje die was 5 euro en dat papier is wat dikker. Dus daar kan je bijvoorbeeld ook echt op verven of met andere materialen. Zonder dat het papier helemaal bol gaat staan of lelijk wordt. Dus een schetsboek. Je hebt er denk ik per jaar echt wel, laat ik zeggen, 4 nodig. Het gaat echt best wel hard. Tenminste, dat heb ik gemerkt dat ik er ongeveer 4 helemaal vol maak in een jaar en misschien soms nog wel meer. Dus schetsboek, dummy is heel belangrijk. Je kan dus bij de HEMA kopen of Amazon, Bol. Het maakt niet heel veel uit, maar gewoon een schetsboek. Dan wat ook heel handig is, is een muis. Natuurlijk als je een laptop hebt, heb je een trackpad. Maar op een gegeven moment, dat werkt gewoon niet heel fijn. Met je schouder, je zit ook helemaal niet echt lekker. Dus een muis is zeker een aanrader. En het is ook heel fijn. Heel veel mensen doen het niet. Maar ik raad echt aan om je muis dan ook mee naar school te nemen. Het werkt gewoon veel fijner. Zeker met designen. Als je Photoshop aan het werk bent. Het is gewoon veel fijner met een muis dan met een trackpad. Dus een muis raad ik zeker aan. En het ligt er dus weer aan wat voor laptop je hebt. Als je een MacBook hebt, zou ik aanraden om zo'n Magic Mouse van Apple te nemen. Je kan natuurlijk ook een andere muis nemen. Maar een muis. Ik raad gewoon een muis aan. Dan raad ik ook echt een toetsenbord aan, een extern toetsenbord. Zeker als je 2 schermen hebt, dan werkt het gewoon veel fijner ook voor je schouders. Dan kan je gewoon netjes aan je bureau zitten. Kan je gewoon typen en met je hoofd een beetje draaien. Want als je geen toetsenbord hebt, dan zit je helemaal zo over je laptop heen gebogen. Zeker met 2 schermen is dat gewoon heel onhandig. Dus ik raad zeker aan om ook een extern toetsenbord te kopen. En het is gewoon weer wat je zelf wil. Of je een Apple toetsenbord wil, als je een Apple computer hebt.
of dat je een ander toetsenbord wil. Het werkt allemaal goed, dus je moet gewoon kijken wat voor jou het beste werkt. Dan nog een belangrijk ding. Volgens mij zeg ik dat echt letterlijk bij alles. Maar een laptoptas. Er zijn er zoveel. Je kan echt uit duizenden kiezen. Maar je moet gewoon altijd je laptop meenemen naar school. Dus het is echt belangrijk om een goede laptoptas te hebben. Dan iets waar je waarschijnlijk heel erg naar uitkijkt als je communicatie en multimedia design gaat doen. Is namelijk programma's zoals Photoshop en Illustrator. Dat zijn allemaal Adobe of Adobe. Ik weet nooit zo goed hoe ik moet uitspreken. Maar ik zeg voor nu Adobe pakketten. Dus het kan ook zijn dat ik het helemaal verkeerd uitspreek. Ja, Adobe pakketten. Dat zijn pakketten waar dus bijvoorbeeld Photoshop in zit. InDesign, Illustrator, Animate. Waarschijnlijk hoor je nu een paar programma's die je niet kent. Maar geloof me, als je de studie gaat doen, dan leer je ze echt door en door kennen. Oké, mijn camera viel uit. Dus volgens mij was dat laatste wat jullie hebben gehoord. Dat ik vertelde over StudiStore en Adobe. Ik heb trouwens even mijn andere camera gepakt. Misschien dat de kwaliteit beter is van deze camera. Maar ik had hem even niet gepakt omdat hij niet automatisch scherp stelt. En ik zit best wel ver weg. Dus ik hoop dat ik nu scherp ben. Dus ik neem het laatste deel even met deze camera op. Wat ik vertelde is dat ik dus een Adobe licentie bij StudiStore heb gekocht. Dat is dan €110 per jaar. En normaal gesproken is het volgens mij €60 per maand. Dus het is echt veel goedkoper. En dan kan je vanaf 2 apparaten erbij. Dus dat is ook heel erg fijn. En je hebt ook nog een gratis iCloud als het ware erbij. Dat heet dan Creative Clouds. Dus daar kan je ook een backup maken van je gemaakte werk. En ja, je hebt gewoon de pakketten nodig. Zoals Photoshop, Illustrator, InDesign. Je maakt al je verslagen in InDesign. Dus ja, je moet het echt gewoon kopen. Je kan het ook illegaal downloaden. Maar ik zou gewoon voor €110 de pakketten via StudiStore kopen. En dan als laatste natuurlijk ook boeken. Je hebt niet heel veel boeken nodig. Maar er zijn wel een paar boeken die je nodig hebt. Vooral in het eerste jaar heb je wat boeken. Ik heb eigenlijk dit jaar maar 1 boek. Dus ja, in het eerste jaar zijn er wel wat boeken. Maar je kan er ook voor kiezen om niet de boeken te kopen. En pas de boeken te kopen als het daarop aankomt. Want er zijn ook een aantal boeken gewoon online te vinden als PDF-bestanden. Die kan je dan gewoon downloaden. Bijvoorbeeld nu een boek die wij hebben is 100 Things Every Designer Needs to Know About People. En je hebt bijvoorbeeld ook een boek dat heet Business Model Canvas. Iets in die richting. Maar ik weet dat je die allebei ook kan downloaden van het internet gewoon als gratis PDF. Maar ik zelf vind het altijd wel fijn om in boeken te strepen en gewoon een beetje erin te schrijven. Dus ik heb gewoon de boeken gekocht. En ik vind het ook heel erg leuk om de boeken te hebben. Dus het ligt er een beetje aan of je geld erop wil besparen. Maar er zijn dus een aantal boeken die je wel nodig hebt. En dan waren dit volgens mij alle dingen. Ja, als ik nog iets vergeten ben, dan zet ik het nog even in de beschrijving neer. Maar volgens mij waren dit wel een beetje zo alle dingen die je eigenlijk nodig hebt voor deze studie. Als je nog vragen over iets hebt, kan je dat gewoon achterlaten in de comments. Dan kan ik daarop reageren. En als je dit een leuke video vond, vergeet dan geen duimpje omhoog te doen. En dan hoop ik jullie bij de volgende video te zien. Bedankt voor het kijken. Doei doei!